Leslie Keizer, 33, bekend van haar optreden in Echte Gooise Moeders, heeft een buitengewoon openhartige boodschap gedeeld met haar volgers op Instagram. De realityster heeft onthuld dat ze al een tijdje antidepressiva gebruikt, omdat ze dit als haar enige uitweg zag. Dit nieuws heeft ze met haar volgers gedeeld. Ondanks dat ze al veel van haar leven met hen heeft gedeeld, noemt ze deze aankondiging het meest uitdagende ooit. Zo, bij deze, ik neem antidepressiva, schrijft ze ze erkent dat ze jarenlang tegen het idee van medicatie was, hoewel ze nog steeds niet helemaal begrijpt waarom. Was het vanwege het taboe? Angst voor mogelijke bijwerkingen? Bang voor de reacties van anderen? Desondanks beschouwde ze het gebruik van antidepressiva als haar laatste redmiddel. Ik heb zo ongeveer alles geprobeerd wat werd aanbevolen om me beter te voelen gedurende de afgelopen vier jaar dat ik me niet goed voelde. Van therapie bij een psycholoog tot EMDR-therapie. Van haptonomie tot ademhalingsoefeningen, acupunctuur en nog veel meer. Soms brachten deze behandelingen haar enige verlichting, maar vaak ook helemaal niet, legt ze uit. Toen ik geen andere optie meer zag, realiseerde ik me dat ik mijn vooroordeel over medicatie misschien moest laten varen. Dus ben ik begonnen met het innemen van medicatie. Sinds ze daarmee begonnen is, merkt ze een aanzienlijk verschil en heeft het zelfs haar leven veranderd. Leslie kondigt ook aan dat ze haar ervaringen binnenkort in boekvorm zal delen. Ze benadrukt echter dat ze geen medisch advies wil geven, maar simpelweg haar verhaal wil delen: elk lichaam en elke persoon is anders. Het belangrijkste is dat je doet wat voor jou goed voelt. Voor mij was dit zeker mijn redding, besluit ze.